Hallo beste kijkers, vandaag gaan we in het kader van het thema ordening eens kijken naar de indeling van de planten. Eerst kijken we waar dat rijk van de planten ook alweer zat in de, tussen de eukaryoten, want planten zijn eukaryoten. Ze hebben een celkern en dat is heel belangrijk voor de indeling van de domeinen. Eukaryoten dus. En daarin hadden we protisten. Protisten zijn eencellige dingetjes, maar met verschillende kenmerken. Een beetje tussen de planten en de dieren en de schimmels in vaak. Protisten dus. Schimmels, die hebben we gezien. Die hebben wel een celwand, hoewel die wat anders is dan die van planten. En die hebben natuurlijk die kern, maar geen plastiden. Daar komen we nog op. Planten hebben, behalve die celkern, een celwand met onder andere cellulose erin. En die hebben wel plastiden, waarbij bladgroenkorrels de belangrijkste zijn. En dan hebben we nog dieren, die gaan we ook in een ander filmpje behandelen. Die hebben zowel geen celwand als geen plastiden. Planten dus met een celkern, daarom waren ze eukaryoot, met bladgroenkorrels. En anders hebben ze wel andere plastiden en een celwand. En in die celwand zit dan bij planten cellulose. Die plastiden die kunnen dus ook anders zijn dan bladgroenkorrels, daarom noem ik ze plastiden. Er bestaan bijvoorbeeld parasitaire planten zonder bladgroen. Die zijn dan wat gelig, daar zitten dan kleurstofkorrels in plaats van bladgroenkorrels. Die dingen zijn toch gewoon belazerd om bladgroen te vormen. Maar die plastiden zitten er wel in, vandaar een vaak wat gelige kleur. En er zijn ook heel veel delen van planten waar geen bladgroenkorrels in zitten. Bijvoorbeeld de wortels om de grond. Die bevatten wel plastiden in de vorm van zetmeelkorrels of kleurstofkorrels, als het bijvoorbeeld een oranje wortel is. Maar geen bladgroenkorrels, want daar heb je onder de grond natuurlijk niks aan. Die planten zijn natuurlijk vooral heel erg belangrijk voor ons, omdat ze ons voedsel leveren in allerlei varianten. En zuurstof in één enkele variant, maar wel ook heel erg belangrijk natuurlijk voor ons. Anders zouden we niet kunnen ademen. We verdelen voor het gemak het plantenrijk in 3 afdelingen. Eigenlijk zouden het er wat meer moeten zijn, want er zijn wat afdelingen met weinig soorten, waardoor die er wel bestaan, maar niet zo heel belangrijk voor ons zijn. En eigenlijk zou je bij de sporenplanten ook moeten kijken naar verschillende afdelingen. Maar we hanteren deze indeling voor het gemak met dus 3 afdelingen of stammen. En dat zijn dan de wieren, waar de algen ook bij horen. Sporenplanten en zaadplanten. De eerste afdeling van het plantenrijk is die van de wieren. Daar zitten wat eencellige vormen bij, bijvoorbeeld de boomalg, die wel eens op verkeersborden, muren en bomen groeit. Dat is een eencellig plantje. Hij hoort niet bij de protist, omdat het eigenlijk echt wel een plantje is. Niet met veel dierlijke kenmerken of schimmelachtige kenmerken. Die is best bij de planten in te delen. Dus er bestaan eencellige planten en daar is de boomalg dan een voorbeeld van. Maar er zijn ook wieren die bijvoorbeeld in zee groeien en meercellig zijn. Ja, dus planten kunnen eencellig zijn, maar de meeste zijn meercellig. En die wieren zijn dus vaak meercellig, maar kunnen eencellig zijn ook. Belangrijk is te onthouden dat ze geen wortels, stengels, bladeren of bloemen hebben. Je ziet bij die wieren wel dat er wat draden zitten waarmee ze zich vasthechten, maar dat zijn hechtdraden. Dat is toch iets anders dan wortels. Ze zijn alleen maar om de wier in de bodem vast te houden of op de rots, maar niet om bijvoorbeeld voedsel op te nemen zoals dat bij de meeste bekende planten het geval is. Nou, er bestaat zowel zoutwaterwier als zoetwaterwier. Uiteraard zijn ze heel erg belangrijk, want als je kijkt naar de hoeveelheid planten op de wereld, dan moet je de hoeveelheid algen in de oceaan bijvoorbeeld niet onderschatten. Die maken erg veel voedsel voor het zeeleven, maar ook erg veel zuurstof. Dus die zijn zeker heel belangrijk. Bij de tweede afdeling hebben we het over de sporenplanten. Die planten zich voort door middel van sporen. Hebben dus geen bloemen, want dan zouden ze zich ook wel met zaden voortplanten. Nee, sporen, daarmee planten ze zich voort. Daar heten ze ook naar. En het zijn weer wat meer gebruikelijke planten voor ons idee. Die hebben wortels en stengels en bladeren en zien er dus veel plantachtiger uit dan het gemiddelde wier. Eigenlijk bestaan die sporenplanten dus uit meerdere afdelingen, maar we voegen ze voor het gemak in 1 afdeling samen. Maar dan moeten we wel er 3 groepen onderscheiden. De eerste is die van de mossen.
Mossen zijn vrij kleine plantjes, je kent ze ongetwijfeld. Ze houden van een vochtige omgeving. Bovenop die mossen, daar zitten sporendoosjes die vaak een heel typerende vorm hebben, waar je ze kan herkennen. Daarnaast hebben ze natuurlijk wat bladachtige structuren. Dat zijn ook echt wel gewoon blaadjes, want het zijn tenslotte geen wieren. En ja, er zijn ook wat varianten op. Bijvoorbeeld dit haarmos of baardmos. Dat groeit in sommige bergbossen waar het heel erg vochtig is. En zijn dan een indicator voor een lekkere schone lucht. Maar wel ook een vochtige, want dat is natuurlijk waar die mossen heel erg van houden. Je ziet hier wat er gebeurt. Zo'n mos is gewoon een normaal plantje met blaadjes. Daar komt bovenop komt er zo'n sporendoosje. Daar zitten dan weer sporen in. Die kunnen we uitgroeien tot een mosplantje. En zo gaat de levenscyclus van het mos vrolijk verder. Ik heb hier even korstmossen tussen gevoegd, omdat ze ook mos heten. Maar ze hebben hier eigenlijk weinig te zoeken. Korstmossen zijn namelijk hele speciale symbiotische organismen. Ze vormen eigenlijk, lijkt het één organisme, omdat ze zo nauw met elkaar verbonden zijn. Maar eigenlijk is het een algje wat een fotosynthese kan doen. In combinatie met een schimmel die zorgt dat hij uit een hele arme omgeving wat mineralen opneemt. En dat wisselt hij dan weer uit met dat algje. En zo kunnen ze samen in een meestal heel arme omgeving goed overleven. Maar het is dus moeilijk om een korstmos een naam te geven. Het gebeurt wel, ze krijgen gewoon een wetenschappelijke naam. Terwijl het dus eigenlijk een algje en een schimmel is. En dus twee rijken door elkaar. Waarbij de samenwerking een specifieke vorm krijgt. En ook specifieke eisen aan de omgeving stelt bijvoorbeeld. Maar ja, je kan ze één wetenschappelijke naam geven. Maar eigenlijk geef je dan twee organismen één naam. Dat is natuurlijk toch wel heel apart als je naar de regels voor ordening kijkt. Het zijn dus geen sporenplanten. De helft is een plant en de andere helft is een schimmel. Ja, en die helft die een plant is, is dus eigenlijk een soort algje. Zulke soort symbioses komen overigens wel wat vaker voor. Als je denkt aan koraal, dan zit daar bijna altijd, om de kleur te geven, ook algjes in. En dat werkt ook samen met de koraalblikjes. De tweede afdeling van de sporenplanten is dan die van de groep van de sporenplanten, is die van de paardenstaarten. Vroeger waren dat boomachtig grote dingen, toen er nog geen zaadplanten waren die veel groter kunnen worden op dit moment. Ze hebben zo'n typische structuur met van die segmentjes, met van die haardraadvormige dingen eruit. En aan de bovenkant hebben ze mooie spoorvormende orgaantjes in bepaalde tijden van het jaar, waar ze dus net als mossen weer sporen in kunnen vormen om zich weer voor te planten. Een paar paardenstaarten zijn heel algemeen onkruid, zoals heermoes. Sommige zijn heel zeldzaam. Ook in Nederland heb je wel wat grotere, zoals moeraspaardenstaart. Er zijn nog wel wat grotere in de tropen, maar echte bomen worden er tegenwoordig niet meer. De derde groep van de sporenplanten zijn de varens. Varens zijn echte typische planten met mooie bladeren over het algemeen. Er zijn verschillende vormen van. Ook heel veel interessante varens die op muurtjes groeien bijvoorbeeld. En ze kenmerken zich bijna allemaal doordat ze sporenhoopjes hebben in vrij typerende vormen. Soms zijn het ronde hoopjes, soms zijn het langwerpige dingetjes. Soms zijn ze wat groener, worden ze bruin, soms worden ze zwart. Maar in elk geval sporenhoopjes aan de onderkant van de bladeren. Dus niet zoals bij mossen of paardenstaarten. Aan de punt van de plant, bovenop, nee, meestal onder de bladeren, daar zitten de sporenhoopjes van varens. En ja, je kent allemaal wel varens, over het algemeen natuurlijk ook planten van een vrij vochtige omgeving, soms op de bosbodem, maar er zijn er dus ook die zich zelfs op droge muren goed kunnen handhaven. Daarmee hebben we de drie groepen van de sporenplanten gehad en dan gaan we nu kijken naar de zaadplanten. De zaadplanten zijn eigenlijk de meest moderne planten op de wereld, want die hebben behalve die wortels, stengels en bladeren, die sporenplanten ook al hebben, bloemen. En dus vormen ze ook zaden, want dat hoort bij elkaar. Dat is een ander onderwerp, bloemen, vruchten, zaden, horen bij elkaar. Binnen de zaadplanten onderscheiden we eigenlijk twee belangrijke groepen. De naaktzadigen en de bedektzadigen. En daar gaan we ook nog heel even naar kijken. Die naaktzadigen, die hebben over het algemeen schubben of kegels.
of schubben. Daar zitten dan de zaden onder en vormen dan meestal een soort van kegels. Hoewel er uitzonderingen op zijn, bijvoorbeeld de taxus. En bij de bedektzadige vind je de zaden meer in vruchten. Daarom zijn de zaden dus natuurlijk bedekt. Daarom heten ze zo. Er zijn bij de naaktzadige ook wel planten die geen kegels maken. Geen dennenappels zoals je ze kent. Bijvoorbeeld hier zie je wel duidelijk een naaktzadige plant. Want als je onder die taxus best kijkt, want dat is het, dan zie je het zaad wel zo zitten. Dus wel naaktzadig, maar het is een bes. Overigens een heel giftige bes. Als je hem in de herfst tegenkomt, blijf er lekker vanaf. Hij heeft een prachtige kleur. Hij ziet er eetbaar uit. Misschien zie je er zelfs merels en lijsters van eten. Maar die kunnen dat verteren, maar wij helemaal niet. Voor mensen zijn ze erg gevaarlijk. Maar wel dus typisch naaktzadig verder. Je kan het zaad zien zitten en het is een naaldboom. Want eigenlijk moet je gewoon onthouden dat naaldbomen naaktzadige planten zijn. Hier zie je nog de bloeiwijze van een dennenboom. Dat stelt er ook niet zoveel voor. Daar zal je geen bosje van gaan plukken voor je moeder op moederdag. Maar het is wel efficiënt. Een dennenboom is een efficiënte windverspreider. Windbestuiver, moet ik eigenlijk zeggen. En tenslotte hebben we dan de tweede groep van de zaadplanten. De bedektzadigen, die hebben bloemen. Soms zijn dat mooie bloemen, maar dat hoeft niet per se. Je hebt ook winterbestuivers natuurlijk, die niet zulke mooie bloemen hebben. Die zaden zitten volgens hun naam netjes in een vrucht, zoals je bij een appel ziet. De vrucht er helemaal omheen, die zaden zijn bedekt. Zo kennen we natuurlijk heel veel voorbeelden, waaronder heel veel eetbaar fruit. Druiven, appels, peren, sinaasappels, enzovoort. Maar er zijn ook wel wat uitzonderingen op. Neem bijvoorbeeld een aardbei. Die aardbei is gewoon eigenwijs. Dat is een bedekt zadige, want hij is familie van de rozen bijvoorbeeld. En die maken rozenbottels waar de zaden wel keurig netjes in de vrucht zitten. Maar die aardbei wil heel graag dat als er een vogeltje langskomt en die pikt erin, dat hij altijd een zaadje te pakken heeft. En daar heeft die aardbei een oplossing voor. Hij gebruikt niet zijn vruchtbeginsel om een vrucht te maken, maar hij laat het bloembodem helemaal opzwellen, waardoor de zaadjes er bovenop komen te zitten. Die bloembodem wordt gewoon net als een vrucht ook volgepompt met glucose en krijgt een keurige rode kleur. Daarom ziet het eruit als een vrucht, maar de zaadjes zitten wel aan de buitenkant. Hij speelt er dus eigenlijk naaktzadigje, want je ziet al die pitjes zo zitten. Maar in werkelijkheid is die natuurlijk gewoon omwille van zijn verwantschap een keurige bedektzadige die alleen maar naaktzadigje speelt, omdat hem dat beter uitkomt. Zo zijn er wel meer voorbeelden waarbij er uitzonderingen zijn op dit gebied. Nou, eigenlijk is dit de totale indeling, maar we hebben er nog een klein ezelsbruggetje voor. En dat is het volgende. Wie spoort moet publiek vaak zijn naaktheid bedekken, waarbij je in rood de drie afdelingen van het plantenrijk ziet. En daarbinnen dan de groepen. Wieren, wie sporenplanten spoort. En binnen de sporenplanten moet publiek vaak mossen, paardenstaart, varens zijn weer in rood. Dat is dan weer de afdeling van de zaadplanten en de naaktzadigen en de bedektzadigen. Ja, het lijkt me logisch dat als je een beetje spoort, dat je niet zo snel in het openbaar naakt zal gaan lopen, behalve misschien op het naaktstrand. Maar dit zinnetje is dus bedoeld om te onthouden welke drie afdelingen van de plantenrijk er zijn en welke drie groepen van de sporenplanten en twee groepen van de zaadplanten je moet kennen. Nou, dat was het wat betreft de indeling van het plantenrijk. En tot de volgende filmpje.